Selena, hoe is het met je? Want alles is anders. Je hele leven, je ritme, je dagindeling, je focus op de Olympische Spelen. Je bent net al gezegd, jaren uitgesteld. Ja, die is weg. Maar zoals ik net al aangaf, eigenlijk een 9 min qua geluk. Het gaat eigenlijk best wel goed. Weet je, tuurlijk heb ik ontzettend gebaald van alles. En er zijn ook meerdere toernooien afgezegd. En nou, uiteindelijk die Olympische Spelen. Maar goed, ik heb ook niet onder een steen geleefd. Dus het zat er wel heel erg aan te komen. Ja. En wat ook nog een dingetje voor ons is, dat ik had me nog niet geplaatst. Dus dat moest nog in de aankomende maanden uitwijzen of dat ging gebeuren. We lagen er heel goed voor. Maar ik denk dat dat ergste is. Dat ik nu niet weet waar ik aan toe ben. Hè? Ik weet niet wanneer het eerste toernooi weer gaat zijn. Ik weet niet wanneer we weer de hal in mogen. En dat vind ik nog eigenlijk het ergste aan deze situatie. Ja. Blijft je ranking staan die je nu had? Nou, die is dus onlangs... heeft de BWF, dat is de Badminton World Federation... die heeft inderdaad gecommuniceerd dat ze die gaan bevriezen. Mm-hmm. Dus die blijft staan. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal last van. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. En ze zijn op dit moment nog steeds in beraad om een beslissing te nemen wat ze gaan doen met die kwalificatieprocedure. Wat ik al zei, want ik moest nog 6 toernooien, stonden nog op de planning. Nou, die zijn allemaal afgelast. Ja, die zou je in principe volgend jaar om hetzelfde tijdstip gaan inhalen. Maar ja, wat ga je met die andere toernooien doen? Dus ook daar nog onzekerheid over. Heel veel onzekerheid, ja. En dat is eigenlijk wat ik het meest vervelende vind. Want, ja, en toch geef je je leven geluksgevoel een 9 min. Hoe dan? Hoe dan? Denk relativeren en door in te kunnen zien dat vele andere mensen het veel slechter hebben als ik heb. En ik denk dat je als topsporter ben je gewend om te schakelen en je aan te passen aan de situatie. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En het helpt dat de zon schijnt. Ik bedoel, als dit virus was uitgebroken in december of januari, dan had ik er misschien wel iets anders bij gezeten, hoor. Dan hadden we er denk ik allemaal wat anders bij gezeten. Ja, ik ben gewoon heel erg blij dat ik nog steeds naar buiten mag en kan. Natuurlijk op gepaste afstand. Maar ik kan in principe, ondanks dat ik niet kan badmintonnen, ik kan nog zoveel dingen wel. Hè. Je zag het in voetballen, ik kan buiten een balletje trappen. Wat doe je allemaal om je fit te houden? Bijvoorbeeld. En ik heb heel erg geluk dat een vriend van me, Evert van der Zee, die heeft een eigen loods in Huissen, die ik privé kan huren. Mm. En waar ik nog steeds dan 3 keer per week mijn krachttraining op peil kan houden. En ja, daardoor is mijn week eigenlijk best wel relaxed ingedeeld. Dus ik doe nog steeds mijn krachttraining. Nou, de andere 2 dagen doe ik een cardioprogramma. Binnen een week had ik een spinningfiets in mijn huiskamer staan. Dus ja, je wordt gewoon heel erg creatief. Maar kun je geen sporthal afhuren om te gaan badmintonnen dan? Nee, denk ook dat we het goede voorbeeld moeten geven. Kijk, om te badminton heb ik altijd minstens, zeker in het dubbel wat ik speel, heb ik gewoon 4 mensen nodig. Ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Dan plus, hou je afstand ook niet. Nee, hij moet open gehouden worden, een beheerder, hij moet hoog genoeg zijn. Dus ja, dat gaat hem gewoon niet worden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik nu elke dag moet gaan trainen, terwijl ik weet dat mijn eerste toernooi misschien ergens in september zou gaan zijn. Is niet de beste motivatie. Voor mij persoonlijk niet. Dan zou ik ook een beetje gek worden. Kijk, nu heb ik gewoon mijn eigen ritme. Ik slaap uit. Ik doe waar ik zin in heb. En als ik ook gewoon een dag... het is echt niet alleen maar geweldig. Zeker niet. Ik heb ook momenten dat ik denk van... vandaag heb ik echt geen zin. Mm. Nou, dan accepteer ik dat. En dan morgen weer een nieuwe dag. Ja. Kijk, normaal gesproken deed ik... Als ik niet sportte, voelde ik me heel schuldig. Maar nu denk ik, de rest van de wereld sport ook niet. Dus eigenlijk is dat best wat minder. Best wat minder. Heeft de burn-out jou veranderd daarin? Ik denk het wel. Ja. Ik ben... mijn ouders zegt ook, ik ben wat rustiger geworden. Eerst was ik echt wel, ik moet. En wat ik zei, als ik dan 1 training mis, dan zie ik van, ik ga helemaal achteruit. En natuurlijk, omdat ik ook die zware blessure heb gehad, weet ik ook van, je kan gewoon weer terugkomen op niveau. En dingen hebben gewoon tijd nodig. Dus ik denk dat en natuurlijk de gesprekken met een psycholoog. En ik ben ook ouder geworden, dus ik ben ook veel meer over mezelf te weten gekomen. Ja, dat helpt gewoon, denk ik, in deze situatie. Goed, hè? Hoe een crisis dan toch weer... En nou hou jij je fit, hè, op allerlei manieren. Maar er zijn nog heel veel meer sporters die dat ook op hele creatieve manieren doen. En daar hebben we een filmpje van. Thinking how you died, but you said I could be shit. Now I'm on the ground, baby, look at me now. Look at me now.
Maar jij hoeft helemaal geen sport al af te huren. Je doet het gewoon in je eigen keuken. Ja, ik doe het gewoon in mijn eigen keuken. Nee, je moet een beetje creatief zijn. En ook gewoon het heel belangrijk dat je de lol erin behoudt en bewaart. En ja, dat doe ik dan door dit soort dingen. Helpt dit ook voor je shuttlegevoel? Of heb je daar toch wel echt een wedstrijd voor nodig? Nee, kijk, dit is een beetje gewoon leuk. Een beetje overslaan. Kijk, dat ga ik nooit verliezen. Maar ik denk op het moment dat die eerste training gaat plaatsvinden, dat het wel heel erg pittig gaat zijn. Zowel qua racketgevoel, snelheid. En nog steeds, als ik een zware badminton training deed, terwijl ik heel erg fit was, dan had ik ontzettend, ging ik al helemaal kapot. Dus dat gaat nu, die eerste week gaat niet leuk zijn. Daar moet je even doorheen straks. Daar moet ik dwars doorheen. Zou je niet liever in Azië spelen? Want daar is de sport heel groot, hè? Sport nummer 1. Ja, in heel veel landen wel. Zou je dat willen? En is dat een optie? Is dat een doel? Je bedoelt, kijk, ik speel er natuurlijk heel vaak omdat ik er competities heb. Ja, maar echt daar. Echt is daar het wonen en trainen? Nee. Want de cultuur is daar ook heel anders. Hè. Ze leven daar allemaal in een internaat. En eigenlijk is de bond bepaald en beslist. Kijk, ze krijgen alles betaald. Maar ik merk ook gewoon, ze zijn ook wel beperkt in mogelijkheden. Mm. Dat past plus, ook niet. Nee, zeker niet. Plus je hebt de lichaamsbouw er ook niet voor, denk ik. Aziaten zijn toch wat anders gebouwd, fijnere pezen en explosiever dan wij zijn. Nou, als ik dat trainingsschema zou moeten volgen, zou ik per direct afbreken. Ja. Weet je, ik vond ook hier mijn maatschappelijke studie gewoon heel erg belangrijk. En de Nederlands Badmintonbond gaf me die ruimte om te volgen. En in Azië is dat allemaal niet. Weet je, dan ga je uit huis als je 6 of 8 bent al. Ja. Ja, en dan train je gewoon 10 uur per dag. En dat is het enige wat je doet. Ja. Maar goed, naar Azië wil je dan niet, hè? Maar je bent nog hartstikke jong. Je kunt nog van alles gaan doen. Wat wil je nog met je leven? Dat is een zware vraag. Ja, ik denk, laat ik eens een open vraag stellen. In een halve minuut. Ja, daar komt hij. Nou, ik heb werkelijk geen idee. Voorlopig blijf ik even badmintonnen. Ja. Maar daarna vind ik het heel erg leuk om wel dat andere leven, dat maatschappelijke leven, gaan ontdekken. En ik denk als de tijd daar is, dat er zo'n mooie dingen op mijn pad gaan komen. Ja, vast. Doelen stellen, word je daar gelukkig van? Ja, zeker. Ja, nee, en ik doe het zelf ook. Ik ben nou romans aan het schrijven. Mijn eerste komt uit in begin juni. Nee, voor mij helpt het enorm om elke keer dingen aan de horizon te zetten en mezelf uit te dagen. En het mogen ook hele ambitieuze doelen zijn. En als het dan een keer niet lukt, is het op zich niet zo erg. Maar die doelen moet je hebben. Waar gaat je roman over? Het gaat over, mijn eerste roman gaat over, eigenlijk over pubers. Het is, laten we zeggen, semi-autobiografisch. Het speelt hier in Gelderland, en daar kom ik vandaan. Ja, leuk. En, over verliefdheid. En hoe heet het boek, weet je Bart. Dat? Bart. Nou, goed. Dankjewel, Ab.